keer in Binnen Aliade. Directeur medische zaken Mieke Draaien praat ons bij. De hobby van Alex. En we nemen een kijkje in Berkenstede Milliant. Als laatste hebben we natuurlijk het internet en de social media. Leuk dat je kijkt naar aflevering 21 van Binnen Aliade. We hebben al vaker filmpjes gezien van Mieke. Deze keer gaat Mieke antwoord geven op de vraag van de heer Oosten van Milliant en legt ze uit hoe dagbesteding weer wordt opgestart. Hallo allemaal. Ik kom jullie weer wat vertellen over corona en de situatie zoals die nu is. Het is lastig nu, want we komen uit een situatie waar alles mocht. En toen mocht er even niks. En nu mogen er dingen wel en mogen er dingen niet. Dat er nu wel wat bezoek mag komen en dat er nu wel wat dagbesteding open is en dat er vervoerd mag worden, dat is natuurlijk heel fijn. Maar dat er dan ook dingen niet mogen, dat blijft heel ingewikkeld. En dat proberen we steeds zo goed mogelijk uit te leggen. Maar ook voor ons is het ingewikkeld. Dus we proberen jullie daarin zoveel mogelijk mee te nemen. Er zijn weer twee cliënten die een vlog hebben ingestuurd. We beginnen met die van de heer Oosten van Milliant. Als bewoner van de stroeven ben ik altijd graag buiten geweest. En nu in de coronatijd behoort iedereen binnen te zijn. Waarom mag iedereen niet van de tuin gebruik maken? En iedereen kan meer genieten als men buiten zou zijn. Dus mijn vraag is, waarom in totaliteit niet naar buiten? Het is al langer zo dat cliënten in de binnentuin mochten van instellingen die dat hadden. Maar sinds kort mogen cliënten ook onder begeleiding naar buiten. Maar ook, als ze dat voor corona ook al deden, zelfstandig naar buiten. Daar geldt wel nog steeds de regeling, houd 1,5 meter afstand. Dus ook voor degenen die begeleid worden tijdens het wandelen, houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. En vermijd drukke plekken. Want drukke plekken is toch nog wel risicovol en dat willen we vermijden. Maar aan de andere kant weten we dat buiten, als het gaat om geïnfecteerd worden met corona, eigenlijk de beste plek is om te zijn. Want buiten verspreidt het zich niet zo snel. Dus ik hoop op een goede zomer voor iedereen. En dat we allemaal lekker naar buiten kunnen. Met 1,5 meter afstand en op niet te drukke plekken. Ik hoor dat er veel cliënten vragen hebben over het opstarten van de dagbesteding. Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook voor ons ingewikkeld. Want je wilt aan de ene kant mensen zoveel mogelijk hun werk weer laten doen. En aan de andere kant wil je ook zorgen dat het veilig gebeurt. Daarom zie je dat daar waar het kan, mensen nog zoveel mogelijk hun dagbesteding thuis hebben, op de woonlocatie. En dat daar activiteiten geboden worden. Maar soms kan het niet. Soms omdat mensen op een plek wonen waar gewoon geen dagbesteding geleverd kan worden. De dagbestedingen gaan wel weer open, maar dat is langzamerhand. En allereerst voor de mensen voor wie geen andere optie is dan in de reguliere dagbesteding. Dus wanneer dagbesteding aan huis niet lukt of om een andere reden geen optie is. Dit wordt besproken tussen de begeleiding en de cliënt. En dat wordt allemaal pas klaargemaakt. En sommige mensen vinden het ook heel prima, de dagbesteding op locatie. En andere mensen ontdekken weer een nieuw talent. En hebben weer een nieuw soort dagbesteding voor zichzelf ontdekt. En voor sommige mensen is het belangrijk dat het oude snel weer terugkeert. Zo zal het voorlopig nog even blijven. Best ingewikkeld dus, voor iedere cliënt anders. Er zijn nog steeds risico's. Corona is nog niet weg voorlopig, dus we moeten voorzichtig blijven. Dat betekent ook dat de maatregelen die jullie allemaal wel kennen nog steeds van kracht zijn. Houd 1,5 meter afstand, vermijd drukke plekken, was goed je handen en let goed op hoesten en niezen. En dan kunnen we met elkaar zo gezond mogelijk blijven. Ik wens jullie heel veel sterkte. Het is lastig.
Maar als je vragen hebt, weet je begeleider te vinden. Veel succes! Bedankt Mieke. Heb jij nou een vraag voor Mieke? Laat het ons dan weten. We gaan door naar Alex, want Alex heeft een hobby en dat is namelijk zingen. Hij heeft meegedaan aan een online zingwedstrijd en in het volgende filmpje gaan we kijken hoe dat ging en of hij iets heeft gewonnen. Vandaag gaan we naar Dokkum en dan gaan we de hobby van Alex volgen. En zijn hobby is namelijk zingen en misschien vindt hij ook nog wel een hele mooie prijs. Ik ben Alex de Graaf. Ik ben hier in Dokkum. Ik ben 29 jaar. Wat is die hobby? Zongen. Ik zongen en ik haal die meid. Met het speciaal talent vanuit de gemeente en uit Opus Traaien, de muziekskwallen. Het is een priesterdraking. Ik werd vandaag eerste, tweede of de derde priest. Ik had deze week, hele week haal ik al mijn spanning zit ik al en nu is het uiteindelijk dat het uitreiken werd. Hoeveel is hij nou? Zenuwapenleg. Het is ook een verrekte veel te zeggen. Wist dat ik een beetje DJ? Ja. Lees eens uit, wat is het al? Dit is mijn mengpaneel. Ja. Daar komt de muziek van die twee boxen en die twee grote boxen onder. Dit is mijn laptop. En dit is mijn microfoon. Ik ben die inspiratiebron. Jan Smit. En waarom? Omdat er gevoelige nummers in zitten, dat goed met die stem kist doen en goed met die gevoelsjongen kist. Voor welke organisatie ben jij? Ik ben van Opus 3. En wat is dat? Opus 3 is een centrum voor muziek. En dat is hier in Dokkum. En dit jaar hadden wij een prokkelconcert graag willen geven. Maar ja, toen kwam corona. En toen kwamen we allemaal thuis te zitten. Toen hebben we maar bedacht van, we moeten gewoon iets anders doen. Hebben we een online talentenjacht bedacht. Ik wens iedereen hier welkom bij deze prijsuitreiking. Het is voor mij ook een hele eer dat de jury ook eindelijk aanwezig is. En ik ben zo benieuwd hoeveel ik geworden ben, echt waar. Ik mocht de juryvoorzitter ook zijn. Dus nu ben jij natuurlijk heel benieuwd. Ja, wat ben je geworden? Ja. Nou, ik kan je vertellen, wij zijn nou bij de nummer 3 al geweest. En dus, jij bent tweede geworden. Perfect, ja. Moet je eens even kijken. Mooi. Ja, mooi hè? Ja, het juryoordeel, waar hebben jullie op gelet in de beoordeling? Wij hebben vooral op gelet van hoe ziet het eruit, op film ook natuurlijk. Hè? En een van de dingen die bij Alex heel erg opvielen was dat hij er echt stond. En net ook bij dat hij het nog een keertje deed. En echt als een echte volkszanger ook liet zien van nou hier sta ik en goed gezongen. En een mooie act. En dat levert de tweede prijs op. Ja, nou. Dankjewel. En wat vond u zelf van de liedjes die Alex zong? Super. Super. Echt geweldig. Hoor je dat, Alex? Ja. Geef mij heel even dan nog een dag waar ik niet zoeken kan. Want je weet dat ik nooit zo verder kan leven. Toelaat mij even nog een nacht, waar aan ik denken kan. Want je bent voor mij de wereld waarin ik leef. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens. Gefeliciteerd Alex, heel goed gedaan. Wil jij nou ook je hobby laten zien? Dan kan je mailen naar Anita. Eva en Rosanne werken op Berkenstede van Miriant. Door de corona zijn er verschillende regels om te voorkomen dat mensen ziek kunnen worden. Eva en Rosanne laten dit zien in een filmpje.
leuk dat je kijkt. Welkom in Berkenstede. Ik ben Eva, zorgcoördinator afdeling Hortensia en ik neem jullie even mee voor een kijkje in de ronde. Ik ben Rosanne, ik ben verzorgende IG en ik werk ook op afdeling Hortensia. Ook in de zorg moeten mensen tijdens de coronamaatregelen 1,5 meter afstand van elkaar nemen. En dat is niet altijd makkelijk als je doelgroep de maatregelen niet helemaal overziet. Wij hebben op onze afdeling daar wat op bedacht in de huiskamer om ervoor te zorgen dat de mensen 1,5 meter van elkaar zitten zonder dat daar discussie ontstaat. En dat ga ik je even laten zien. Zoals je achter mij kunt zien hebben wij parkeervakken op de tafel aangebracht die voor de bewoners herkenbaar zijn en ervoor zorgen dat ze zonder dat ze zich zo druk hoeven te maken over waar ze gaan zitten, dat ze op de juiste plek en op de juiste afstand van elkaar gaan zitten. Dus neem maar even een kijkje. Doordat iedereen hier zit met 1,5 meter afstand, zijn er gewoon minder plekken beschikbaar in de huiskamer. En daar hebben we wat op gevonden. Tijdens de maaltijden kunnen de mensen nu ook hier in ons nieuw gemaakte eethoekje zitten, zeg maar. Tijdens de koffie, tijdens de warme maaltijd, zodat ze toch nog bij elkaar kunnen zitten en niemand gedwongen wordt om alleen te eten. Als de vaste bezoeker wil komen, dan vangen we het bezoek hier op. En stellen we een aantal vragen, meten we de temperatuur op en krijgt het bezoek een mondkapje van ons. Als het bezoek liever geen mondkapje draagt, hebben wij ook een andere optie en dat is de Bubblebox. En daarmee kunnen we het bezoek met de Bubblebox naar de kamer toe rijden en kunnen ze zonder mondkapje elkaar toch zien. Nou, wij hopen dat jullie van onze vlog genoten hebben. Wij hebben het in ieder geval erg leuk om te doen. Groetjes vanuit Berkenstede. Doei! Doeg. Dat lijkt mij best gek. Om in zo'n Bubblebox over de gang te worden geduwd. Prachtige oplossing. We gaan door naar het internet en de social media. Want wat zijn we deze week allemaal weer tegengekomen? Er mag gelukkig steeds meer en daarom gaan bij de dagbestedingslocaties van Talant en Wil met een winkel de deuren weer open voor klanten. En kinderboerderijen mogen weer bezoekers ontvangen. Dat is mooi. 2 weken geleden hebben we gekeken naar duimcomplimenten speciaal voor jullie. Maar er zijn er nog een aantal. Daar gaan we naar kijken. Zeker verdiend. Dit was aflevering 21 van Binnen Alliade. Heb jij nou een vraag voor Mieke of een nieuwsbericht of een hobby die je wilt laten zien? Dan kan je mailen naar Anita van Huid. We zien je graag volgende week donderdag weer bij een nieuwe aflevering van Binnen Alliade. Doei!